dus volgevallen. Dus we gaan nu verder naar het volgende programmapunt. Dat is een prelude van de bekende Poolse componist, romantische componist, Frédéric Chopin. Chopin die schreef, was heel bijzonder, echt geniaal, een van de grootste componisten. Niet alleen omdat hij voor piano schreef, maar gewoon omdat het zo ongelooflijk origineel is ook wat hij schrijft. Je herkent hem direct, net zoals Mozart, Bach en nog wel andere grootheden. En wat ook nog heel bijzonder aan hem is, dat hij in tegenstelling tot Bach bijvoorbeeld, die is heel breed, die schreef van alles, voor alles en nog wat, allerlei combinaties. Chopin die beperkte zich tot zijn eigen instrument, de piano. Hij was een groot bewonderaar van Bach en van Mozart. Heeft als eerste componist, daarna hebben anderen dat ook al gedaan, heeft hij stukken in alle toonsoorten geschreven. De preludes zijn ook in alle majeur en minor toonsoorten geschreven. Het zijn vaak hele korte stukjes, enorme karakteristieke stukjes. Ieder stukje, al is nog zo klein, heeft zijn eigen verhaal. Nou, luistert u naar dit verhaaltje.